Een hele goede avond. Welkom bij Talkshow Our Voice, aflevering 25. Ik ben Diasi, moeder van een prachtige zoon en nog steeds de vrouw van de partner die iedereen wil hebben. Hi, goedenavond. Ik ben Chantal Snijders, alias mevrouw Isha Saak, moeder van drie. Zeer, zeer, zeer verliefd, nog steeds. En ook vanavond gaan wij het weer gezellig hebben in dit ding. Bonocci Kings and Queens, hier Erwinia. 37 jaar jong, met een nare kop. Jong. Uit Amsterdam. Ja, vanavond gaan we het hebben over gemengde relaties. We zijn heel erg benieuwd naar jullie meningen. Wij gaan onze ervaring met jullie delen. Maar eerst wil ik jullie vragen om deze feed te delen. Zeker. Met iedereen in je lijst. Iedereen. Doe het erin. Ja. Heel druk. Dank u. Want delen is lief. Dank u. En delen is ook vermenigvuldigen. Dus dat. En terwijl jullie dat ding delen, en ik stop met delen, want ik ga straks verder, zal ik beginnen met mijn Tori. Oké, voor ik begin te praten. Niet omdat ik pro-black ben, ben ik anti-white. Daarmee wil ik beginnen. Want soms, als je iets bepaalde dingen zegt, dan kunnen mensen je verkeerd begrijpen. Daarom zeg ik het nu voordat ik wat zeg. Pro-black is niet anti-white. Oké. Ik had jaren geleden... Jaren, dat ik word een beetje oud. Jaren geleden had ik een, het begon een soort van relatie te worden met een Nederlandse jongen. Op zich was het leuk, het was anders. Anders dan ik gewend was. Want ik ging altijd gewoon met Surinaamse jongens, Antilliaanse jongens, bruine mensen. Nu ging ik dus met een witte jongen. Het was leuk, maar... Sommige dingen zijn echt anders. Chillen bijvoorbeeld met matties. Was ik gewend met vrienden. We kopen misschien bier, wijn. Te gezellig, een beetje drinken. Misschien een whisky, dan ben je heftig. Nu ben ik met zijn matties. En mensen snuiven en shit. Dat is al ver van mijn bed, joh. Is al eigenlijk van, ja, ik wil niet met jullie chillen. Want jullie zijn anders. Nu had hij een mattie die echt ging snuiven. Vist iedereen. We waren oké met z'n allen op een vissen. Die keel, somati, iedereen weet hij snuift. Hij gaat de hele tijd naar de wc. Nu zit ik en ineens zoek ik mijn vriend. Ik zie hem niet. Hij komt weer terug met die snuivert. Ik begin al een beetje vervelend te kijken, want ik denk bij mezelf, ik hoop niet dat jij, ja, ook eens even een snuifje bent gaan nemen, want het gaat niet werken. Na een half uur, zelfde shit. Die mattie gaat doen zo, hij gaat ook naar de wc. Jullie weten, ik ben onbeschoft. Hij ging naar de wc, ik kijk naar iedereen van, hé, fucker, wat snuift hij op? Niemand geeft antwoord. Kijk, als niemand antwoord geeft, dan snuift die kiel. Chantal is klaar, hè? Chantal pakt haar tas, Chantal is weggegaan, Chantal heeft die kiel zo niet meer geweest. Tot de dag van heden heb ik die kiel niet gezien. Ja? Kijk. Ik kan niet zeggen dat alle witte mensen dat doen, maar het is wel, als ik naar mijn vrienden kijk. Veel van mijn witte vrienden, die doen dat soort shit. Dus het lijkt alsof het een hele andere wereld is waar ik dan niet bij kan of zo. En ja, het is niet dat ik nooit, dat ik ga zeggen, ik ga nooit vallen op een witte man of zo, maar dat is onzin. Ik vind, als je verliefd wordt, word je verliefd op de mens. Je wordt niet verliefd op de kleur. Ik weet dat veel mensen de pest gaan krijgen dat ik dat zeg, I don't care. Ja, dat is mijn mening en ik mag mijn mening hebben. Ik vind gewoon, als jij verliefd bent, word jij niet verliefd op een kleur. Jij wordt gewoon verliefd op die persoon. En als ik ook naar, ja, naar mij, ja, mijn lijstje kijk... Springt de donkere man toch wel eruit. Ik vind donkere mannen gewoon lekker. Alles vind ik lekker. Ja, sommigen hebben scheidmanieren, maar ja, dat hebben witte mannen ook. Maar ik vind gewoon de donkere man, dat is voor mij gewoon de perfecte man. Ja, waarom? Ik weet het niet. Zo is het gewoon. Ik weet ook niet waarom dat zo is. Zo voelt, als ik gewoon donkere jongens zie, hoe donkerder, hoe lekkerder eigenlijk. Ja. Dus ja, dat is mijn theorie van nu. Ja. Sister. Okay. Ja, toch? Nou ja, ik weet niet. Ja, vorige week had ik verteld, het ging over eerste date, toch? En toen had ik verteld over mijn puntje friet, hè? Friet. Mannekepis. Ja, ja. Mijn mannekepis friet, die ik moest delen. Afu. En ja, het was een Nederlandse man, een tata, waar ik dus op date mee ging, aan het daten was. Ja. Ja, dat heeft ze voor ons verborgen gehouden. Ja. Nee, het werd niet gevraagd. Dank u. Het werd niet gevraagd. Oh, anyways, okay. Om
even een verlengstuk van het verhaal. We hebben denk ik een paar weekjes maar gedate. Maar in ieder geval, we zaten thuis. Gewoon gezellig, op de bank. Volgens mij waren we een filmpje aan het kijken. En op een gegeven moment, uit het niets, doet deze keel gewoon zijn bil omhoog. Laat je buff. Dus ik zo... En hij echt in een deuk, hè? Wacht even. Je weet toch, helemaal rood. Wacht even, wacht even. Nek wordt rood. Emilia, Emilia, wacht even. Mijn hersenen probeert na te denken, maar wacht even. Zei je dat die keel heeft gepufft? Gewoon naast haar. Gewoon dus. In haar gezicht. Als, nee, niet ja, in mijn gezicht. Hij deed gewoon zijn bil omhoog. Nee. Ja, maar waar zat jij? Waar zat jij? Ik zat aan de andere zeg kant. Zeg maar, jij bent mij. Of jij zat daar. Dus die puf kwam jouw kant nee, op. Nee, ik zat hier. Ja. En hij zat hier en hij deed zo. Oh! Maar die puf ga ik gewoon dus die puf ging die kant op. Nee, nee, nee. Die puf kwam... Nou ja, hoe dan ook. Het maakt niet uit. Hoe dan ook. Respectloos. Dus oh ik had ook zoiets, maar weet... Wacht even, rewind. Wat gebeurde er net? Je weet toch als je kortsluiting krijgt in je hoofd. Ja, ja. Weg. Dus ik zo van, maar wat deed jij nou net? Ah, is toch grappig, ik helemaal lachen, zijn hele nek werd rood. Weet wat. Dus ik zo van, hé, hey, maar ik vind dit echt niet grappig. Like, dit is gewoon je echt kan niet zo azel. Je kan niet zo lachen. Je weet toch? Ik kan niet vrijpuffen. Dus hij echt lacht in de deuk, oh joh, is normaal. En ja, er is toch niks aan de hand, je bent toch niet dood, weet je. Weet je, ik had echt zoiets van, nee. Dat was weer die tweede afknapactie dat ik dacht van, nee, dit gaat hem echt niet worden. Luister dan, ik weet niet van jullie, maar dating a black guy, in ieder geval in een relatie met, ik heb, zeg maar, mijn relaties waren, ja, met, allemaal met een zwarte man. Heb ik dit nooit meegemaakt? Ik bedoel van, ik wil niet zozeer gaan generaliseren. Laag. Maar toch, als je het hebt over manieren en, sorry, in een relatie, ik weet, sorry, een puf bij elkaar laten, dat gebeurde pas, ik weet niet veel, een half jaar later of zo, ik weet niet. En dan was het nog stiekem van, ja. Weet je? Een soort van, ja, geluidloos, ja. Geluidloos, gewoon. Dus dat ik echt dacht van, nee, sorry, dit zijn van die dingen dat ik dacht van, nee. Dus uiteindelijk, ja, is het ook echt niks geworden. Ik kan me voorstellen door die puf. Ja, de puf was de druppel. De puf was echt de druppel. De puf was de emmer die de, weet je? Maar uiteindelijk, nou, waar ik naartoe wil eigenlijk met het verhaal is van waarom ik, ik wil niet zozeer zeggen dat ik nooit meer een witte man zou daten, dat niet, maar mijn voorkeur gaat echt uit naar een zwarte man. En waarom? Hierom ga ik uitleggen. Ik heb inderdaad gedate met witte mannen. Wat ik merkte tijdens het daten, of in ieder geval in de gesprekken die we voerden, dat het een soort werd verheerlijkt. Dus het feit dat die persoon, dus die witte man, op dat moment met mij aan het praten was, met mij kon gaan, dat was een soort van overwinning voor hem of zo. Een soort van, dat ik een soort van exotische vangst was. Je weet toch, exotisch vogel. Ja. Weet je, zo'n kindersurprise eitje of zo. Ja, 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 ja. dat een soort net verheerlijk van, ja, want jullie zijn goed in bed. Of dat heb ik wel gehoord heel vaak. Of... ja, ik weet niet, jullie zijn gewoon, jullie temperament is gewoon, is veel, jullie zijn niet zo saai. Kijk, het zijn op zich, ja, het is niet zozeer negatief of zo, maar dat verheerlijken van hoe ze het zien en hoe ze het als een soort van trofee zien. Zo van, hé, hey, ik heb je, want kijk mij, weet je. Dat gevoel had ik zoiets van, ik denk niet dat dat bij mij gaat passen, weet je. Ik hoef dat niet zo te voelen. Tuurlijk, als jij mij draagt, tuurlijk. Weet je, nogmaals, a king is a queen. Mm. Maar het was net even anders dan als ik met bijvoorbeeld mijn donkere zwarte vriend was of zo. En daarbij komt, ik weet niet, ik voel gewoon die connectie. Wat jij zei ook, ik vind donkere zwarte mannen, oh my god, is gewoon fysieke aantrekkingskracht ja. Ook. Mooi gebouwd. Maar ook het elkaar toch ja, beter kunnen begrijpen qua cultuur en achtergrond. Je hoeft eigenlijk bijna niks te zeggen. En oké, dat is niet bij alle mannen zo. Want er zijn ook zwarte mannen die echt jack shit weten over hun achtergrond en cultuur. Die zijn er ook. Maar toch, over het algemeen, denk ik dat die connectie dan veel sneller, dat ik die gevonden heb dan bij een witte man. Of, ook bijvoorbeeld, ja, andere, ja, Marokkaans, weet je, wat dan ook. Dus dat is meer, ja, hoe ik het zie vanuit mijn voorkeur, waarom ik... liever met een zwarte man zou daten of een relatie zou willen. Ja, duidelijk. Oké. Ja, ja, ja. Ik persoonlijk moet zeggen dat
ik niks tegen gemengde relaties heb. Ik denk zelfs in de tijd dat we nu leven dat het een heel mooi ding zou kunnen zijn. Hè, dat we een sterkere of een begripvollere samenleving kunnen creëren door culturen te mengen. Dus weet je, mij maakt het allemaal niet uit. Waar je voor valt als liefde is, is liefde. Klopt. Mijn ervaring, ik heb eigenlijk alleen ervaren aan de ene kant African Kings en aan de andere kant witte Hollandse jongens. Dus ja, als ik tussen die twee moet kiezen, dan heb ik wel een lichte voorkeur naar de African Kings. Ja, ja. En een lichte voorkeur. Oké. Waarom? Okay. Omdat als de African Kings komen met stront, ja, dan weet je dat. Je ziet het aankomen. Je kan je voorbereiden. Je kan ook zeggen van oké, ik blijf gewoon staan. Maar het is veel makkelijker incasseren op het moment dat jij al ziet wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Wat je dan uiteindelijk doet, of je een afslag eerder neemt of je blijft in die situatie, moet je zelf weten. Maar wat ik echt heb gemerkt is dat bij de Hollandse jongens, weet je, die komen echt mooi weer spelen, toch? En je denkt, dit is een hele manier! Dank u. Weet je, respect tot de mat. Maar wanneer ze shit uithalen, is het echte shit. En omdat je het niet zag aankomen, weet je ook niet zo snel hoe je daar dan mee om moet gaan. Nou, weet je, voor de rest, totaal niet wetenschappelijk bewezen. Is gewoon hoe ik het heb ervaren. En dan ga ik jullie een voorbeeld geven. De relatie met de Hollandse jongen was al over. Maar wij bleven in een soort van knipperlicht omgang. En prima. Ik bedoel, los van het feit dat het echt een eeuwigheid duurde. Misschien 2 jaar, 3 jaar, ik heb geen idee. Maar het duurde echt lang. Dus wij zitten in die knipperlicht omgang. En op een gegeven moment zaten we in een fase dat we niet met elkaar omgingen. Dus we waren een paar maanden dat we niet met elkaar spraken. Nou, het was altijd 3 maanden, 4 maanden max. En dan gingen we weer met elkaar om. En als we met elkaar omgingen, gingen we gewoon met elkaar om. We deden precies de dingen wat boyfriend girlfriends doen. Buiten de deur, binnen de deur, we deden het allemaal. Nou, in ieder geval, dus wij zitten in die fase dat wij eigenlijk even geen contact hadden. Hij neemt contact met mij op en hij zegt tegen mij van ik moet met je praten. Dus ik denk, het is geen huwelijksaanzoek, want we gaan niet met elkaar, Dus wat komt deze meneer vertellen? Ik nadenken, want ik had op een gegeven moment wel door dat hij me echt iets wilde zeggen. Dus ik begon me een beetje zorgen te maken. Ik denk, luister, deze meneer heeft zomaar iets. Hallo. Weet je, ik weet niet wat ik moet zeggen. Anyway, die dag was daar. Volgens mij was het een donderdag of zo. En hij kwam en ik zat aan het hoofdeinde van het bed. En hij, hoe noem je dat? Bij de voeten, zeg maar. Ja, dat was hij. Ik word gewoon bang hier nu. Ja, nee, maar even serieus, hè. Deze meneer zegt gewoon tegen mij, ik word vader. Je bent klaar niet. Mensen. Het is toch om je tas te pakken en weg te lopen. Dat was mijn huis en ik voelde alsof mijn hele huis instortte. Dankjewel. Ik bliksel op met heldere hemel, want dit kan los van het feit dat wij eigenlijk niet bij elkaar waren, voelde het gewoon als twee. Ja, dat kan niet. Ik mag tot in mijn ziel. Ja. In mijn ziel. Nee! In mijn ziel gewoon. Het was zo diep dat ik, heel eerlijk gezegd, weet je, tuurlijk, je hebt heel veel vragen, hè? Dus allemaal vragen en zo. Hij beantwoordde die vragen ook, maar along the way zag ik hoe hij zeg maar op dat moment in de situatie stond. En hij gaf mij de indruk dat hij, ja, weet je, dat het hem echt wel deed, dat hij eigenlijk verdrietig was of zo. Waardoor ik, zoals ik ben, mijn eigen verdriet opzij zette. Dus moet je nagaan, op dat moment heb je liefdesverdriet nooit verwerkt, want je bent nog steeds in die omgang. En als ik heel eerlijk ben met jullie, de periode dat wij niet met elkaar hadden, denk ik dat die pas echt, echt in mijn hart is gaan zitten. Dat ik dacht, dit is gemis, echt, ik denk deze, liefde. Dus dat had ik al. En dan komt hij me ook nog vertellen dat hij vader wordt. Niet van mijn kind, dus weet je. Maar ook die emoties heb ik ook opzij gezet. Nee, maar Dias, dit kan niet. Nee, maar dat heb ik gedaan. Luister, wij gaan door. We gaan gewoon door in die omgang die we hadden.
op een gegeven moment, ik weet niet, een paar maanden later, misschien een half jaar later, ik heb geen idee. Hadden we afgesproken, nou, helemaal leuk en aardig. Ik weet niet, we waren ergens buiten geweest, toen kwamen we terug. Ja, bedtijd, mensen gaan slapen, maar toen ik op bed lag, had ik de hele tijd het gevoel dat ik moest huilen. Ik moest heel huilen, ik probeer echt heel die verdriet. Waarom wil je huilen? Hoezo wil je nou? Ik ga jezelf praten. Ja, wat is jouw probleem? Hou op, weet je? Ik huil niet. Kon je gewoon Maar ik kon echt niet meer. Dus, maar je weet, je lip begint te trekken. Ja, je oog gaat dicht. Ja. Nou, dus wat heb ik gedaan? Ik zei tegen hem volgens mij, ja, ik ga water drinken ofzo. Dus ik loop naar de keuken, trillen, hartkloppingen. En ik kom, je hebt het aanrecht. Ja, ik herbeleef het, hè? Ja, je ziet het aanrecht. En ik zet ik wil mijn arm, hand op het aanrecht zetten, maar lukte niet. Ik zakte gewoon in mijn kamer. Ik begon te huilen. Mensen, ik begon te huilen. En op een gegeven moment hoor ik voetstappen. Dus ik denk, oh, mensen komen uit de kamer. Dus ik get myself together. Ik sta op. Oh ja, ik ging water halen, je weet toch? Dus ik weet niet water, die ik eigenlijk niet kwam halen. Nou ja, goed, ik weet niet. Of die überhaupt had geweten wat ik daar ging doen. Maakt niet uit. De volgende ochtend, toen we knuffel gaven, doei, wist ik van, ik ga jou niet meer zien. Geen probleem. Dat was het. Het was klaar. Maar, ondertussen, jaren gingen voorbij. Ja, ze kreeg een nieuwe relatie. En als je ergens niet over praat, of maakt niet uit wat het is, dan denk je dat het er niet is. Maar als mijn vriendinnen bijvoorbeeld, die weten gewoon meiden praten en dit dat. En ze willen iets zeggen over hem. Of van, hé, weet je nog die ene keer? Sowieso, zijn naam moest niet worden uitgesproken. We hadden een soort afkorting voor zijn naam. Dat raakte me zo, waardoor hun dachten van, volgens mij is Diazi nog verliefd op deze manier. En heel eerlijk gezegd, dacht ik ook. Want ik denk, hoe kan iemand mij na zo lang nog zo raken? Ik bedoel, dat slaat nergens op. Je moet gewoon vrij uit grappen kunnen maken van, weet je nog die papi, dit, dat, Ja, maar sommige shit slaat in als een bom in. Het gaat niet weg. Dus, jaren gingen voorbij. En op een gegeven moment ging ik naar een feest. En de hele week had ik het gevoel dat ik hem tegen zou komen. Dus ik dacht van, Diazi, ga je weer beginnen? Ga je weer beginnen met je emotionele ding? Van, ik hou zoveel van die papi, dus ik kom op dat feest. Ik denk überhaupt niet meer aan hem. Maar tegen de tijd dat ik weg wil gaan. En nee, ik was weggegaan. Ik was teruggekomen omdat ik iets was vergeten. Was ik maar nooit teruggekomen. Want toen ik terugkwam, wie zie ik? Die meneer. Op dat moment, in principe was er niks aan de hand. Op dat moment was oké. Weet je, we waren gewoon goed. Niks aan de hand. Doei. Volgens mij telefoonnummers gewisseld. Niks aan de hand. Ik ben naar huis gegaan. Volgende dag app contact gehad. Maar gedurende de dag werd ik steeds misselijker, kreeg ik hartkloppingen, moest ik weer janken alsof ik liefdesverdriet had. Aan het einde van de dag was ik zo fucking pissed, omdat ik me eindelijk besefte van, luister Diazi, jij was niet 3 jaar lang verliefd op hem, jij was gekwetst. Iemand die jij vertrouwde, want dat was het. Van alle mensen op deze hele wereld was hij de laatste persoon van wie ik dacht, die gaat mij zo erg kwetsen. En juist die ene seconde dat ik mijn focus verloor, dat ik mijn muur had laten vallen, dat ik hem gewoon een eigen plek had gegeven in mijn hart, was gewoon dat moment dat, weet je, hij is daar gaan zitten en hij ging niet meer weg. Maar die pijn heb ik nooit verwerkt. Terwijl, let's be honest, als je heel veel van iemand houdt en die persoon komt jou vertellen, ik word vader, maar jij bent niet de moeder. Dood. Is toch shit? Dood. En toen ik dat besefte, had ik wel zoiets van, weet je, Diazi, nu kan je het een plekje geven. Jij bent niet verliefd, jij mist hem niet, jij hebt gewoon pijn. Ja. En dat is wat ik bedoel, jullie weten het, ik vertel altijd stories over de vader van mijn zoon. Maar die pijn was gewoon een ander level. En die, weet je, daar, misschien niet helemaal eerlijk, want op 2 mannen, dat is natuurlijk, dat zijn geen statistieken. Nee, maar goed. Maar, voor mij, naar mijn mening, excuses, vind ik dat Hollandse jongens two-faced zijn. Ja? Geef mij maar lekker mijn African brother, die me van tevoren al uitscheldt en dan weet ik van, als wij lief hebben, gaan we vechten. Ja, hij is hem ook. Ja? Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. Maar ook in positieve zin vind ik dat naar mij toe de African brothers echt duidelijk zijn. Ik heb nooit getwijfeld, wil die verkering met me, wil die met me daten, vindt hij me wel mooi, vindt hij me dit. Nee, hij was duidelijk, hij was concreet. Ja. En de Hollandse jongens, in mijn belevenis, zijn een beetje soort van dat je eigenlijk never nooit weet waar je precies aan toe bent, maar toch weer wel en dan weer niet. Dus dat wil ik heel graag met jullie delen. Laten we mensen gaan groeten. Hallo iedereen. Genevieve, hi baby. Hi Sugoed.
Hi Kathleen Bronnen en Nancy Darson. Gisa Rivers. Hallo. Milton Blok. Hi. Hi. Urkel Struiken. Hi. Fruity. Even kijken hoor. Sita Verwij. Dani. Shalindra. Red Diva. Hi. Jessica. Gisa Rivers. Hi. Fruity Pinto Pinto. Hallo. Goedenavond. Vanity. Vanity. En onze collega's die kijken. Lacey. Yes, Jessica, yes, Alejandro, yes. Hi schatjes, dan jullie allemaal Sjaartje, goed iedereen. Welkom. Samio. Nou, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Laten we gelijk eventjes voor volgende... Ja, het is volgende week. Volgende week, vrijdag, is ons live event. 13 juli. Dus als je dacht dat je nog niet het had meegemaakt van deze zomer, dan moet je volgende week vrijdag bij ons live event zijn. Dan hebben we gewoon dezelfde setting, maar dan met elkaar. Kunnen we recht... Face to face. Met elkaar communiceren. Dus als je je kaartje nog niet hebt, iemand gaat het roepen in de comments. Koop je kaartje, regel je outfit en kom naar ons huis. Neem vrienden, vriendinnen mee. Kom niet alleen. Ja, alleen. Ben je welkom alleen, want er zijn ook mensen die niemand hebben, net als jou. Kom alleen. Maar ook als je een kaartje hebt natuurlijk, hè. Maar vriendengroepen, vriendinnengroepen ook welkom. Oh ja, oma kan je ook meenemen. Iedereen mag komen. Zo. Yes. Kijk. Okay. Maar ik ben echt niet tegen. Ik ben echt niet tegen gemengde relatie. Dat is iets. Dat kan niet, vind ik. Ja. Want je kan niet bepalen voor iemand op wie je verliefd wordt. Kijk, weet je hoe ik het zie? Ik zie het zo. Ik vind dat heel veel mensen erop verkijken wat erbij komt kijken. Ja, dat ik vind echt, het is niet alleen maar de lusten, maar ook de lasten. Klopt. Los van het feit dat liefde geen kleur kent, allemaal leuk en aardig, maar iedereen neemt zijn bagage mee. Dat kan in persoonlijke dingen, maar ook qua je roots, je afkomst, je cultuur, alles. En je familie. Dus weet, als je kiest voor die persoon, dat het niet gaat van, oh... Hij is lekker. Hij is lekker en oh, mooi kleurtje of weet ik veel wat. Nee, weet dat je dus ook die lasten meeneemt van wat het dus betekent voor hem om die kleur te hebben. Wat het voor hem betekent om dat hij tegen bepaalde dingen kan aanlopen. Hè? Er is nog steeds sprake van racisme, et cetera. Mm. Dus weet dat je ook niet alleen voor die lusten gaat, maar ook die lasten. Mm-hmm. En dat je daar ook wil zijn. Mm-hmm. Dus dat je weet, dit is dus die whole package. En niet alleen nou ja, het mooie en nou ja, een beetje wat ik zei al, het pronken en kijk mij of zo. Nee, het gaat dieper dan dat. Ja. En dat vind ik echt dat heel veel mensen ze verkijken zich dat gewoon niet beseffen. Ja. Want ik totaal bedoel, ja, want kijk, jij kan verliefd zijn, toch? Net als ik zeg, ik vind liefde heeft geen kleur, dat vind ik. Maar okay, ik noem maar mezelf als voorbeeld. Ik en dan heb ik een witte vriend. Hij houdt van mij, ik hou van hem. Dat is het probleem niet. Het wordt een probleem wanneer je bij elkaar gaat komen. Gaat je familie het accepteren? Daar begint het. Ja. Ja? Want als jouw moeder ineens tegen jou zegt, wat kom jij hier doen met die zwarte? Ja, ben je ready voor die shit? Ja. Want pas als je in die situatie zit, komen die dingen op je af. Van tevoren weet je het niet. En ja, dit is echt een moeilijk onderwerp. Het is heel moeilijk. Want je moet ook voorzichtig zijn wat je zegt. Want als je het verkeerd formuleert, kom je ook over als een racist, om het maar even zo te zeggen. Terwijl je misschien niet eens zo bedoelt. Je probeert een punt te maken. Maar dit is gewoon sowieso al een gevoelig onderwerp op zich. Maar ik vind het geen racist. Ik vind het gewoon feiten. Dingen waar wij tegenaan lopen in het dagelijks leven. Dus wat dat betreft... kijk, en dat vind ik ook weer zoiets van... Wanneer zwarte mensen opkomen voor hun eigen mensen, hè, die pro-black, dan valt iedereen erover. Van, nee, dat kan niet, of zo heb je hun weer. Maar zodra witte mensen het doen, islamieten, dan is het een soort van gedoogd of zo. Ik weet niet wat het is, maar zelfs onder onze eigen mensen merk ik dat als je zegt van, hey, ik ben pro-black, maar niet anti-white... Merk je gewoon dat onderling in onze gemeenschap mensen zoiets hebben van... Hé, maar je bent een beetje toontje lager, weet je. Laten we allemaal met elkaar goed leven. Ja, I know, maar mag ik ook even zeggen wat ik ervan vind? Ja. Zonder dat ik daarop word afgerekend. Ja. En dat vind ik al, het begint al binnen onze eigen gemeenschap. Waar ook, laten we wel wezen, discriminatie heerst. Ik bedoel, hallo, niet of een ander, maar laten we wel wezen. Kijk maar naar bijvoorbeeld Hindustanen. Je kan echt niet, een Hindoestaans meisje kan niet zomaar met een zwarte jongen thuis komen. Laten we wel wezen, mensen. Jij wordt gekapt of iets, hoor. Het gaat een status! Het gaat om status! En binnen onze gemeenschap nogmaals, hè. Dus het is niet alleen verder dan dat. Het begint
dichtbij. En daar vind ik wel van, daar moeten we wel open over kunnen praten, uiteindelijk. Ja, maar het is nog steeds moeilijk om erover te praten, want het zijn toch nog overblijfselen van de slavernij. Oh, want je hoort bijvoorbeeld sommige mensen, dat heb ik wel eens vroeger gehoord, dat de tantes bijvoorbeeld zeiden, oppo je kleur. Daarmee bedoelen ze, als jij donker bent, neem iemand die lichter dan je is, zodat jouw kinderen lichter worden. Ja. En dan zogenaamd wordt jouw kleur dan meer waard. Nou, ik vind dat is onzin. Ja, het is toch. Ja, dat is echt onzin. Ja. Maar ja, zulke dingen, als dat van generatie tot generatie steeds meegaat, dan gaat het nooit weg. Ja. Maar dan krijg je een soort van schaamte voor je eigen kleur. Terwijl je moet blij zijn met wie je bent. Ja, sowieso. Je moet blij zijn. Maar het is toch, ja, het is dubbel. Want ik zeg, misschien ben ik ook, ik discrimineer soms toch wel een beetje. Stiekem. Ja, stiekem. Met mijn kinderen doe ik dat ook bijvoorbeeld. Ik zeg ze soms, het is wel real talk wat ik tegen ze zeg, maar. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld wit waren, had ik het niet hoeven zeggen. Ik moet hun alvast beginnen uit te leggen van luisteren, ga niet hangen en ga niet met, weet toch, ze zijn wel klein, maar je ziet aan sommige jongetjes al dat ze gaan fout. Dat ik begin met, ga niet met die kiel om, want je bent al bruin en als jij dan met zo'n kiel daar en daar staat op de hoek, dan gaat het mis. En eigenlijk vind ik niet dat ik zulke gesprekken moet hebben met mijn kinderen. Mm-hmm. Maar de maatschappij zit nou eenmaal zo in elkaar. Mm-hmm. Als ik nu in de auto ga zitten, ik zet mijn haar naar achter en ik doe een pet op. Mm-hmm. Dat je niet ziet dat ik een vrouw ben, maar je ziet wel mijn kleur. Mm-hmm. Word ik aangehouden. Mm-hmm. Dat is al vaak genoeg gebeurd. Als ik geen zin had om mijn haar te kappen, doe mijn haar kort en ik deed een pet op. Word je standaard aangehouden. Gewoon op wat? Gewoon omdat iemand vindt dat jij verdacht eruit ziet. Mm-hmm. En hoe ben ik verdacht? Gewoon alleen een pet omhoog ben ik verdacht. Nee, ik ben bruin en ik heb een pet en ik zit in een auto. Ja. En als je toevallig in een auto zit die bijvoorbeeld een beetje duur is. Ja, probleem. Je kan zeggen wat je wil. Ja. Als jij bruin bent, jij wordt aan de kant gehouden. Je gaat sowieso aan de kant. Dus ja, het is... Misschien kunnen we even gaan naar wat opmerkingen van de, of vragen van de kijkers. Kijken. Chinook bijvoorbeeld. Ja. Is dat? Weet je wel? Ja. Ga al 9 jaar met een Surinaamse man. Begin wel cultureel dingen aangelopen, zoals elke relatie, maar daarover gesproken en allebei water bij de wijn doen. Als ik bijvoorbeeld ongesteld ben, kook ik niet. Maar je moet niet doen alsof ik nasty ben als ik naast je lig en 's avonds en nog meer van dat soort dingen. Oké, ik weet niet precies wat je probeert te zeggen, maar ik snap je dat? Ja, dat is kijk. Die ken ik niet. Je hebt Surinaamse mannen. Ja. Die gewoon, als jij ongesteld bent, dan ben je in hun ogen, ben jij onrein. Nee, ja. Dan gaat hij niet naast jou slapen. Mm-hmm. Jij moet op de grond of je moet of niet eens in die kamer. Mm-hmm. Kijk, dat is cultuurgebonden. Dat zijn gewoon dingen die je dan, je hebt het van je moeder geleerd en ja, daar hou je eraan. Dat zijn dingen, daar ga je nooit iets tegen kunnen doen. Maar dat zijn dus die, even lasten waar ik het over heb. Ja, dat zijn de dingen die erbij komen. De culturele lasten. Ja, als je daarvoor kiest, ja, je kan hoog en laag springen, maar dat is... Dat is wat hem is aangeleerd. Ja, wat hij meeneemt. Ja, zijn heritage. Ja, precies. Ja, dat is er gewoon. Ja, dus dan kan je moeilijk gaan doen of ja, ik vind het belachelijk. Of, ja, maar het is zo. Oké, maar in zijn oog is het niet belachelijk. Kijk, ik zelf persoonlijk, ik heb ook een ex gehad, een Surinaamse man, mm-hmm. die dat ook had. Mm-hmm. En ik weet het ook van vroeger en nou ja, goed, ik heb een Surinaamse opa, dus mm-hmm. ik ben ermee bekend. Is het iets waarvan ik denk van, ja, weet je, ik zelf, ik wil niet zeggen dat ik er moeite mee heb, ik had zoiets van, luister, dan moet je zelf eten, daar eet je niet. Ja! Kijk, dat wou ik net zeggen, ik zou jou zeggen, ik zorg dat ik eet, zou en misbruik maken van die man, als die man zou zeggen tegen mij... Jij hebt niet te koken als je ongesteld bent. Ik ben 31 dagen ben ik ongesteld. Ik nooit. Het geeft mij juist een week rust. Wat bedoel je? Het is juist een voordeel voor mij. Ik hoef niet te denken aan jou. Zoek dat jij het maar uit. Ik zie het als voordeel, snap je? Maar iemand anders kan het zien als, ja, vervelend, weet je. En nou, niet bij mij komen liggen. Ja, ik persoonlijk vind je lul. De tijd is voorbij. We zijn nu groot. Oké, maar in mijn geval, mijn zoon, zijn omgeving is echt wit. Mm-hmm. En ik vroeg aan hem gisteren van op wat voor, want hij komt wel eens thuis. Oh ja, deze heeft me verkeerd en gevraagd, van die namen ook. Want ik kan het niet zeggen. Nee. En zo, ik zeg het wel. Janneke. Ik zeg, wat zei je dan? Ja, ik heb nee gezegd. Nee, oké, begin van de puberteit, prima. Maar dat zijn allemaal witte meisjes. Mm-hmm. En zelf ben ik ook best wel in een witte omgeving opgegroeid. Pas toen ik wat ouder werd. En ja, iets verder dan de stad waar ik woonde begon te kijken, begon ik zeg maar echt... Ik begon ook vriendinnen te krijgen, gewoon Surinaams, Afrikaans, allemaal verschillende soorten. Maar hij is dus nu op een witte school,
op een witte voetbalvereniging. Hij doet allemaal dingen met allemaal witte mensen. De kans is best wel groot dat hij straks, wanneer hij op het VWO zit, in een klas zit, mm-hmm. weer als enigste donkere jongen. Maar op een gegeven moment krijg je verkering. Ja? Mm-hmm. Hij is nu natuurlijk nog een beetje in het begin allemaal. Maar op een gegeven moment krijgt hij verkering. Mm-hmm. Dus ik was wel erg benieuwd, maar mijn zoon is een beetje Wakanda, die doet altijd politiek. Ja, ja! Wakanda! Ja, nee man, ik ben een donkere vriendin. Dus ik weet niet precies helemaal wat daar de waarheid van is. Maar ja, ik vind het wel moeilijk om nu al met hem te praten, zoals jij eigenlijk al gedwongen met je jongens praat. Ja. Omdat ik denk van ja, maar hij moet nog wel met ze zitten. Dus, weet je? Ja, maar kijk, daarom zeg ik het ook gewoon eerlijk. Ik zeg tegen ze, ja, mama discrimineert wel. En dan weet ik, ja. En dan kijk ik, ja, sorry. Je moet gewoon eerlijk zijn. Ik kan niet met halve dingen op ze komen, want ze moeten me begrijpen. Ik zeg, ik kan niet bepalen, maar als ik mag kiezen, ga met Shakuntala. Shakuntala? Ja, als ik mag kiezen. Maar ja, ik kan niet bepalen. Al komen ze met een Chinees, kan net boemen. Zolang ze mag gelukkig en gezond zijn en een familie niet gaat dullen, want daar kom ik wel. Ja, precies. Daar kom ik wel. Ja, maar... Maar ik zeg wel, ik discrimineer, maar ik heb ook kinderen met een halve. Ik ben zo laag. Nee, mijn baby daddy is half wit. Ja. Krekels. Ja, ja. Maar kijk, dat zeg ik. Hij is wel bruin. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus ik ben gevallen op dat bruine. Maar ja, toen kreeg ik dat gezeik er ook bij. Mm-hmm. Want die moeder vindt mij niet cool. Nog steeds niet. Gewoon niet. En ik heb er niks gedaan. Nee. Ik ben gewoon dit wat ik ben. Ik weet dat ze me daarom niet moet. Want zij wou altijd die witte schoondochter. Nou, ze heeft het gehad en dat was een k-idioot. Die was ook snel weg. Nou, dan kijk je terug, hè, Domi. Dan denk je, die Chantal was toch best goed. Maar die Chantal komt niet meer terug. Mm-hmm. Want zij heeft mij, ja, eigenlijk al vanaf het begin geen kansen gegeven. Ja. Nee, ze heeft geen kansen gegeven. Want ja, toen het ook een beetje slecht ging, was ze toch de eerste... Ze was haantje de voorste om die koude alcoholbusje te huren voor die man. Wow. In plaats van met hem te praten, want dat zou mijn broertje. Ja, als mijn broertje zou komen met ja, en ik ga niet meer mee. En ik weet even hoe hij kinderen heeft met zijn vrouw. Hey, luister dan. Al moet ik hem als grote zus dat we weer gaan doen alsof hij klein is. Ja? Mm-hmm. Al moet ik hem als zijn oor slepen naar het huis en wij gaan zitten. Jij gaat niet zomaar weg bij die vrouw. Weet je, joh. Als je kinderen hebt met iemand, kan jij niet weglopen. Mm. Dat kan niet. En dan ga ik ook niet nog een busje voor je huren. Nee, toch. En daarom zeg ik je. Zij heeft het verpest voor iedereen. Daarom mag ik ze niet. Vind je leuk. Hey, maar even terug te komen wat je zei. Want je zei, ja, je zegt tegen je zoon van ja, ik discrimineer. Maar nogmaals, is het echt discrimineren? Want als je ook kijkt naar, ik neem weer een voorbeeld, islamieten, moslims. Mm-hmm. Die verkondigen ook heel erg van stick together. Mm-hmm. Weet je? Mm-hmm. Voor de nalatenschap, et cetera. Zuiverheid van de islam, noem maar op. Weet je? Yeah. Wat maakt dat wij zo krampachtig doen als wij onderling praten of met je kind? Dat je zegt van, weet je, tuurlijk, liefde kent geen kleur, mm-hmm. maar... Weet dat als je met je eigen mensen gaat, je begrijpt elkaar beter, die connectie is er. Nogmaals, ik weet, binnen de zwarte gemeenschap zijn ook mensen die zelf niet eens snappen wat wie of wat ze zijn. I get it. Maar toch, wat maakt dan dat het bij ons zo krampachtig is en wordt gedaan, terwijl bij moslims, onderdelen staan, weet je, allemaal een soort van normaal. Dat is die erfenis van de slavernij. Hoe ik maar waar, waarom gaan wij het niet doorbreken? Zwarte mensen zijn het langst misbruikt. Ja? Mm-hmm. Ja, en die shit, het zit er nog steeds in. Veel mensen willen het niet horen, ze willen het niet zien. Maar dat is het. Ons volk, bruine mensen bedoel ik dan. Mm-hmm. Ze zijn zodanig misbruikt, weet ik wat ze allemaal met ons hebben gedaan, mm-hmm. dat er is helemaal geen eenheid. Nee. En je ziet elke keer wanneer er een soort van eenheid komt, mm-hmm. gebeurt er weer iets kleins. Ja. En dan word je verraden door je eigen mensen. Door je eigen, maar toen en al, in toen, de slavertijd toen was ook al, de donkere man sloeg die andere donkere man. Juist, alleen om te overleven. Ja. Kijk, maar, en dat is die domheid. Als wij nou gewoon allemaal, en met allemaal bedoel ik alle kleuren, mm-hmm. toch? Mm-hmm. Als iedereen nou gewoon rustig blijft en niet meer begint te kijken van dat is beter, kijk gewoon wat je kan bereiken. Mm-hmm. Zelf. Ja. Dan misschien wordt het beter, want het is gezeik. Ja, want laten we wel wezen, met alle respect. Ja. Een witte man gaat jouw kind, die zwart is, nooit kunnen leren of wat dan ook, of kunnen meegeven hoe het is om zwart te zijn. Nee, want hij voelt dat niet. Mensen die dat denken, dat kan niet.
Laten we daarover discussie gaan, want dat is echt iets... Al hoe goed hij is, ook al is hij de beste man voor je kind. Hij weet niet hoe het is om een zwarte man te zijn. Hij zal het nooit... En dat geldt ook voor een witte vrouw. Die zal nooit kunnen meegeven hoe het is om zwart te zijn, weet je? Ja, want kijk, zelfs als je in de winkel gaat, toch? Als ik nu gewoon PC Hofstad, ik heb geld... genoeg om het te kunnen betalen. Ik loop nu gewoon in een van die winkels. Kan ik jou garanderen dat de chickie de hele tijd achter mij aan gaat lopen? Ze gaat achter me aan blijven lopen. Kan ik je helpen? Om de 2 seconden kan ik je helpen als Marika binnenkomt. Ze laat Marika rustig. Ze kijkt niet eens naar Marika. Marika kan met 20 tassen weggaan en ze ziet het niet. Omdat haar oog is gefocust op iemand bruin is binnengekomen. Ik moet naar haar kijken. Zij gaat wat stelen. En dat zijn dingen. Je kan praten en zeggen wat je wilt van nee. En als jij niet bruin bent. Ja. Heb jij geen idee hoe dat voelt. Als ik loop en ik loop langs achter een... Een oma gewoon, een witte oma. Toch? Gewoon overdag, de zon schijnt, het is 2 uur 's middags. Oma gaat ineens sneller lopen. Als oma 1 keer heeft gezien dat ik achter de loop. Waarom weet ik niet? Ik vind, omdat ze ziet iemand bruin lopen achter, dus ze kijkt verder niet, wilt ze rennen. Mm-hmm. En dat soort dingen, dat, je komt er alleen achter als jij zelf bruin bent of een buitenlander bent. Ja. Als jij wit bent, kan je zeggen wat je wil, jij voelt dat niet. Nee. Al loop jij met mij, merk jij niet eens dat het gebeurt. Nee. Omdat voor ons is het zo, je bent het gewend eigenlijk dat het gebeurt. Je in de winkel komt, iemand naar je begint te kijken. Bewaker staat, bewaker begint naar jou te kijken. Ja, that's life. Ja. Maar ik moet jullie zeggen, hè, toevallig, vanochtend was ik koffie aan het drinken met een vriendin van mij. En die vertelde me een verhaal over iemand die zij weer kende. Die een relatie had met een Marokkaanse jongen. En dat moest allemaal geheim gehouden worden, want hun zijn heel orthodox van een of ander land. En... Kijk, ik weet niet waarom, ik ben niet Marokkaans, dus ik hoef me niet beledigd te voelen. Maar ik vond het wel heel pijnlijk dat mijn vriendin, we zijn dezelfde leeftijd, zo beperkte gedachten had. Wat betreft hè, die persoon die dus niet Marokkaans en niet islamitisch was, over het feit dat hun een relatie hebben. Dus aangezien het mij zo'n pijn deed, wist ik ook zeker van oké, vanavond ga ik in ieder geval delen met dat ik in principe geen probleem heb. Met dat mensen elkaar mengen, want ik vind het niet... Nee. Ik vind het gewoon niet kloppen. Je kan niet... Je kan niet bepalen. Nee, want we zijn allemaal mensen. Je wordt gewoon verliefd op die persoon. Ja. Ik ga niet kijken... Kijk, als zeg ik me voor mama, ik heb een voorkeur voor de donkere man. Dat wil niet zeggen dat als er een lekkere witte man is, dat ik hem niet zie. Tuurlijk niet. Mm-hmm. Hij gaat wel meer moeite moeten doen om op te vallen bij me. Ja. Omdat ik eerder naar een donkere man ga kijken. Maar ik bedoel, mensen die... Mijn schoonzus is ook gewoon wit. En ik hou gewoon van haar. Mm. En ik ga niet schuin naar de kijken wat ze weet. Dat zou raar zijn. Nee. Liefde, ja, dat is mijn mening. Als je van iemand houdt, hou je van diegene. Hou je van die persoon. Ja, en uiteindelijk, ik vind ook dat als je kiest voor je eigen soort, hè. Mm-hmm. Net alsof we dieren zijn. Ja. Eigen soort. Voor je eigen mensen. Ja. Ik vind de onderbouwing altijd belangrijk. Mm. Kijk, ik kan niks met, wat je ook vaak hoort... Ja, maar als je met een zwarte man gaat, dan word je alleenstaande moeder. Dat is onzin. Kijk, ik kan niks met zulke argumenten. Dan word ik achtergiftig. Dan wil ik al niet meer met je praten, dan ben dom. Word ik achtergiftig. Ja. Dan ben je dom. Of, ga niet met een zwarte vrouw, want ja, dominant. Je gaat niks meer kunnen zeggen. Je gaat, weet je? Dat is onzin. Weet je, dat soort dingen. Dat ik denk van, kijk, die onderbouwing kan ik echt helemaal totaal niks mee. Mm. Dat is echt niet relevant voor mij. Dan denk ik van, voor de verkeerde redenen ben je hier tegen. Ja. En dat zie ik ook bijvoorbeeld in bepaalde gemeenschappen, dat ik denk van, maar wat jullie zeggen, dat slaat nergens op. Nee. Dat is pure discriminatie, dat is pure racisme. Ja. Maar als je het onderbouwt in van, het heeft te maken met die achtergrond, die connectie, wat ik mee wil geven aan mijn kinderen, dat het niet verloren gaat. Dat zijn dingen dat ik denk, ja, daar kan ik wat mee. En helaas zie je toch bij heel veel culturen... Ja, sommige worden gedoogd, sommige niet. Nogmaals, kijk maar ook naar de Hindoestaanse cultuur, maar ook naar, wat heb je nog meer? Moslims. Sorry, bij heel veel moet je ook niet aankomen als je zwart bent. Sowieso. Terwijl, de meest zwarte mensen zijn Marokkanen. Ja. Als je naar het zuiden gaat. Zijn gewoon donkere mensen van onze kleur. Mm. Maar heel veel zien ook zwarte mensen als, weet je, nee, qua staat, dat moet je niet in je familie hebben of zo, weet je. Mm-hmm. En dat is het ding dat ik denk van, ja, die onderbouwing of hoe je dat overbrengt en meegeeft aan je kinderen ook. Mm-hmm. Kijk, daar begint het. Het wordt weer doorgegeven, die gedachtegang. Ja. En daar moeten we dus maar ik denk ook... die stop gaan zetten door die gedachtegang op een goede manier door te geven aan je kinderen. Dat.
Ja, maar ik denk ook dat, zeg maar, tv, media, whatever. Ook. Als hun doen eigenlijk ook stiekem. Stiekem, openlijk. Openlijk die jas, want dan ga ik je corrigeren. Openlijk. Ja, nee, maar kijk. Express daar, als daar meer kleur zou zijn, dan zien onze kinderen dat ook. Dat willen ze juist niet. En daarom kijk ik geen tv. Ik kies shit uit voor mijn kinderen om te kijken. Mm-hmm. Ja? Als, dat is één ding waar ik me al jaren aan irriteer. Als ik de tv aanmaak, ja, krijg ik onbewust de pest aan witte mensen. Waarom? Ik zie alleen witte mensen. Ja? Het enige waar ik nu bruine mensen zie, is ik zag een reclame van de Avengers van die Wakanda Kill. Ja? Dat die kinderen een soort masker, die shit is niet eens 4 seconden. Ja? 4 seconden zie je even, Avengers, Black Panther, boef, en het is weg. En dan komen er weer 5 witte mensen, 7 witte mensen. Altijd wanneer ik iemand bruin zie, dan zie ik een half bloedje. Ik zie niet gewoon donkere mensen gewoon, want er zijn toch niet alleen half bloedjes? Nee. Er zijn donkere mensen gewoon, iedereen moet ik zien op tv. Ja. Maar dat zie je niet. En laten we dat doortrekken, want als je kijkt naar bekende zwarte mensen, BN'ers, hoe hard het ook klinkt. Of voetballers, maar laten we real gaan praten nu. Ze worden altijd onderuit gehaald. Ja, maar ook gewoon, als je kijkt naar qua relatie gezien, is toch vaak toch een witte vrouw. Ja, maar heeft dat weer niet te maken met het feit dat waar hun zich in bevinden, dat alleen maar wit is? Ja, precies. Het is wit. Wat ik net zei over mijn kind, wat doe je dan? Met deze argument kan ik niet veel. Luister, dan ga ik je uitleggen. Sorry, wacht, Jean. Want ik ben zelf in Utrecht opgegroeid in een vrijwel witte wijk. Is echt zo. Nu komt het. Ja, witte wijk. Toen ik verhuisd was, ging ik naar een meer gemengde, in dezelfde wijk, maar een andere gedeelte ervan. Maar waar ik echt ben opgegroeid als kind, was wit. Ja? Hoe ik kijk nu naar mijn voorkeur en alles, komt puur vanuit wat mij meegegeven is, wat ik heb gezien. En waar ik zelf ook heb op onderzoek ben uitgegaan, toch? Dus ik vind dat die omgeving niet zoveel invloed hoeft te hebben op jouw voorkeur. Omdat uiteindelijk, mijn voorkeur is uiteindelijk ook gewoon een zwarte man. Terwijl ik in een witte wijk, beoog met witte mensen, alles. Sorry, in mijn werk ook, is meestal met witte mensen. Weet je, al dat soort dingen. Dus vrij witte omgeving. Dus jij ziet het eigenlijk als geen excuus. Ik zie het precies en ook dat, nogmaals, ik vind het juist de invloed van de mensen eromheen. Dus de management, dat soort dingen, die zeggen van, hey, vriend. Weet je, goede beeld hebben, je wilt goed overkomen. Neem een blonde chick, komt mooi over. Ik denk dat dat het meer is. Nee. Echt waar. Dat ik denk het echt niet weten. Luister dan. Ik denk echt dat het meer is, dat echt gemanaged wordt. Zo van, hé, die status, vriend. Zorg dat het, weet je. Tuurlijk, liefde, leuk, vlindertjes, leuk. Maar ik denk echt van, sorry. Als in die ben ik het helemaal niet met je eens. Goed. Luister, bijvoorbeeld bij voetbal. Want ik heb gezien in mijn ogen. Die witte meisjes komen weer of geen wind. Het maakt niet uit, weer storm, hagel, bliksem. Als die jongens moeten trainen, staan ze daar, hè? Als poppetjes langs de lijn. Even niet om vijf te zijn, wij hebben geen tijd, hè? Jij gaat die kill beginnen te vragen, oh, tot hoe laat moet je trainen? Je gaat niet daar staan. Ik heb heel weinig tot geen bruine meisjes gezien aan de zijlijnen. Alleen maar van die witte poppetjes. En ze hebben scheid. Ze gaan gewoon over het hele team, ja. Ze hebben scheid. Totdat ze eentje strikken en met die gaan ze trouwen. Die tijd heb ik niet. Ik hoef niet iemand om status. Ik moet jou tegenkomen in de C1000 of de Jumbo, weet ik veel waar. Jij weet toch, ik ben verliefd, u en ik. Oh, ja, maar in dat wereldje is dat en dan ben ik blij. In dat wereldje is dat dus wel belangrijk. Dat probeer ik je te zeggen van, hun promoten dat als, en zien dat als, die status wordt gelinkt aan, ja, het wit zijn, het lichter zijn, dan... Weet je, kom je verder. Ja, maar dat doen ze zelf. Dat, dat doen ze zelf. Dat klopt. Maar ook met wat er om hen heen gepromoot wordt. Wat ze zien ook. Dus er zijn enkele die het doorbreken. Don't get me wrong. Een heleboel en ik ben trots op jullie. Tuurlijk. Ja, ik ben echt trots op jullie. Want er zijn heel veel mooie, zwarte vrouwen. Succesvolle vrouwen. In elke laag. Weet je, van die show of wat dan ook. Die er echt mogen zijn, weet je. Die echt wel op die voetstuk geplaatst mogen worden. Sowieso, wij allemaal. Maar als je puur kijkt in dat wereldje, denk ik, het is heel selectief en er zit echt wel wat achter. Ik denk niet dat het alleen maar is van, waar gaan die jongens? Ze hebben geen tijd. Begin te kijken naar het leven van een voetballer. Jij wordt wakker, jij gaat trainen. Jij hebt getraind, jij gaat even eten, jij gaat weer trainen.
de hele dag staat in het teken van trainen. Die keel gaat nergens. Dus die chickies die daar staan, zijn binnen handbereik. Ja. Wij gaan daar niet staan, Erwin. Nee, ik ga daar staan. Ik sta daar, hè. Ik sta daar voor de tijd. Luister, ben, ik wil daar staan. Wanneer kan ik daar staan? Hallo? Maar wacht. Kijk, wat Avalon zegt. Je hoort vaak donkere mannen zeggen die met witte vrouwen gaan. Als ik thuis kom, heb ik geen gezeik of whatever. Mijn biertje staat koud. Dat is onzin. Nee, maar wacht. Maar, dat is... maar ik heb echt mijn broer, ik heb neven dat ook echt letterlijk horen zeggen. Van luister dan. Als ik zeg sta, staat ze. Als ik zeg lig ze. Als ik zeg spring ze. Van mij krijg je een schoen in je bek. En die mentaliteit. Dat is dus die mentaliteit. Maar dit vinden ze vervelend. Ja, schoen in je bek. Maar dat is een zaak. Nee, maar temperament. Temperament. Ja. Want in het bed wil je die temperament wel. Dus dan moet je het ook buiten het bed nemen. Nee, maar dat willen ze niet. Dat willen ze niet. Dus daar gaan ze. De lusten, maar niet te lasten. Daar gaat het wel. Ik hou ervan wanneer je mijn schreeuwt door. Dus ik blijf daar. Nee, maar wat je zegt van, ja, ik vind het toch... Ja, Vanity die zegt het ook. De donkere jongens kunnen niet met ons donkere vrouwen, omdat wij hun direct op hun plek zetten. En wij geen blad voor de mond hebben. Dus eigenlijk precies wat je zegt. Met alle respect, ik denk dat ze witte meiden gewoon easy vinden. En wij donkere vrouwen zijn moeilijk. Ja, maar dat is ook wat ik echt letterlijk hoor. Ja, maar wat is moeilijk? Kijk, dat is ook gisteren, ja, we zijn dominant. Is dominant slecht? Wat is dominant precies eigenlijk? Want ik zie dominant, ik word dominant, maar... Ik zie het als van, hey, ik weet wat ik wil en ik spreek het uit. Ik ga er niet omheen draaien. Ja, hij moet juist blij zijn daarmee. Ik ga er niet omheen draaien als dat dominant is. Hey, ja, maar kijk, dat fijn bij mij, maar... Dat wordt geaccepteerd als jij ook een sterke man voor je hebt. Als die man zijn zaken nog niet op orde heeft en zelf ook niet sterk in zijn schoenen staat. Nee, dan kan hij dat niet hebben. Als sterke vrouw op die kil met, ik heb mijn plan. Dan wordt hij broeier. Ja, hij wordt broeier. Hij kan het niet meer aan. Zelfvertrouwen. Ja. Hij moet zelf gewoon af zijn. Anders kan hij het niet aan. Het is te veel voor hem. Klopt. Ja, want hij weet niet wat hij wil, dan kom jij met een heel plan van, ja, we gaan dit doen en dat en we gaan dat bereiken. Hij kan het niet. Ja. Want dan ben jij die man. In zijn ogen. Klopt. En ik ga niet mezelf in ieder geval aan de kant zetten voor het zo. Nee, tuurlijk dat gaan we niet doen. We gaan samen dan vooruit. Als jij niet op hetzelfde level bent als mij, dan moet jij maar weg. Ja, daarom. Klopt. Maar even... deze vond ik ook wel goed. Oh. Witte vrouwen vragen ook alimentatie. Surinaamse vrouwen zouden dat niet doen. Vind ik ook een hele goeie. Want ik vind wel dat wij iets meer op ons, wat dat betreft... Trots. Ja, wij hebben... Die hadden we vorige week ook over, over dat ego. Ja, die ego. Dat is wel echt een ding. Ja, dat is echt een ding. Dat heb ik ook. Maar dan krijg je wel weer dat van die two-face van die witte mensen. Alles als koek en ei, maar als uiters moet je betalen, hè? Ja. Alles raak je. Snap je? Ja. Alles. Kijk, weet je wat voor verhaal je mag blij zijn dat je plastic zak op. De relatie was voorbij, maar je wist van niks. Jij komt thuis van werk, meubels zijn alles weg. Alles is weg. Allemaal van dat soort dingen. Weet je, dat ik denk van ja. Maar dat is die trots inderdaad. Dat is echt die trots. Want dat gaat nooit weggaan. Maar meiden. Ja. Ja. Een andere zijsprong toch? Ja. Als we het hebben over mixed relationship. Maar witte mannen, zwarte mannen of whatever. Hoe zit het op seksueel gebied? Niks wint het van die bruine man. Nee, stop! Niks! Stop! En is man. Stop! Niet. Jawel, stop! Wint het dat is niet waar! Nee. Dat is niet waar! Nee. Ik ga het nooit voelen, want ik... Nee. Nee, dat is niet waar! Laten we even daarover hebben. Ja. Vertel maar, heb je ook een gezien en dat was het niet? Ik zeg je eerlijk wel. Oké, jij mag beginnen. Ik wil nergens beginnen, ik zeg alleen ja, klaar. Ja, ik heb ook geen commentaar. Wat dat betreft... Ja. Wat? Maar ga. Waarom ja. heb jij maar? Ik heb geen maar. Ik zit rustig en ik doe niet mee met dit. Dank u. Maar nee, ik wil graag weten, want waarom jullie gisteren zeiden ze volgens mij ook zo van, ja, dat er iets, weet nog, dat het een soort van een myth is of zo, dat donkere mannen altijd gewoon schaduw zijn. Ja, dat is sowieso onzin, want ik heb toch een heleboel doppies ontmoet. Niemand kijkt naar jullie. En ze waren gewoon bruin. Ja. Niemand kijkt maar naar jullie. Maar hetzelfde is met dat niet alle donkere mannen beesten zijn in bed. Ik bedoel, ze kunnen ook gewoon witte mannen zijn die precies weten wat ze doen. Misschien zelfs wel meer dan een donkere man. Anadja. Nee. Niet hier. Niet hier. Mijn wat mening, ja? Mijn mening. Witte mannen kunnen prima presteren. Oké. Okay. Ja, doe kom jij maar met je maar. Nee, jij maar. Oké, dit is mijn maar. Mijn maar is toch weer, als ik kijk... Zie, ik ben Peggy. Sorry, Peggy is met mij. Oké, dank je. Ja, wat zegt Peggy dan? Ze zegt dat ook zo lekker. Ik heb niks te klagen met mijn wit man. Ja, ze heeft niks te klagen. Goed zo. Good for you. Nee, maar
als ik daar, zeg maar, die maar zit hem vooral in weer toch het fysieke. Wat het oog ziet en tot zich neemt. Want witte mannen zijn niet mooi. Luister, nee, ze zijn lekker. Ik word helemaal heet. Ik word helemaal heet. Niet op, want dan ga ik opwaaien met dat tissue. Nee, ik wil niet dat jullie zo... Want ik heb een voorkeur, maar ze zei, gisteren zag ik één jongen. Ik wil even wat zeggen. Als jullie klaar zijn. Oké, we gaan ons gedragen. Ja. Het ding is dat, fysiek gezien, als ik kijk naar een donkere man, de bouw al. Die rug. Sorry, gewoon, het is net gewoon een soort van kunstwerk. Tuurlijk. Ja. Er zijn ook witte mannen die dat hebben, maar gewoon meer omdat ik... Sowieso zie ik die melanin, die kleur, weet je. Ja. Ik zie die bouw, ik zie die prodent lach. Ik zie die baard. Hé, hey, ik ben verkocht. Dat is al die voorspel. Dat ik die lippen. Hallo, de lippen zonder botox, gelukkig. Heerlijk. Dat ik zie al van, wauw, echt, die Black King, weet nou, je. Nou, ik vind dat je dat heel mooi zegt. Chinook lot, ik hou van jou. Wat zeg ze? Ik hou van mijn biggie Black Mamba. Anna, kom daar. Jij bent mijn vriendin. Dus ja, het is toch weer dat hele fysieke, wat die aantrekkingskracht waarvan je denkt van... Ja, hey, Becky en ik, wij zijn vriendinnen. Ze komt helemaal met die comments. Hé, hey, witte mannen zijn ook mooi en sweetie. Inderdaad. Ja, ik zeg dat ook niet. Ik zeg niet dat ze niet lekker zijn. Maar als er nu een hele lekkere wit man hier staat. En een hele lekkere donkere chocolade. Ja, ja. Hallo. Ik zie niet meer. Dan kijk ik naar die kant. Ja, en dat is gewoon mijn voorkeur. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die andere niet lekker is. Nee. Precies. Want als die niet naar me zou kijken, dan ben ik laag. Hi, wit man. Ja, zo ben ik. Dus dat. Ja, sorry. Ja, ik ben gewoon laag. Oké, dus er zit dus echt geen verschil ik denk in... het niet. Ik denk echt niet dat het uitmaakt. Nou, jullie hebben... groot, klein kan overal zijn. Slecht, goed kan overal zijn. Of je wit of bruin bent, dan maakt het niet uit. Wist je nog, we waren naar de sauna. Met z'n vieren. Hey! Ah! En Julia en Hans! Hey, ja? Was echt haar één. Wij waren ons aan het scrubben. Je toch? Ja, helemaal naakt. Nu komt er een opa. Bakkeljong zal ik hem nu moeten zeggen. Ja. Een hele oude man. Echt een opa. Die man was zeker 70. Ja, toch? Minimaal. Hij komt om het hoekje. Chap, die banen staan. Hard. Die man weet even niet waar hij moet kijken. Hij ziet vier soorten tropische verrassingen daar. Die man gaat baden. Die banen, BOOM! Hey, luister dan. Mijn ogen gingen echt zo. Witte mannen, die man heeft eigenlijk, dan moet ik het nu ook bekennen. Ja. Die man heeft mij gewezen dat jij niet kan zien aan iemand zijn gezicht. Nee. Wat daar in dat broekje schuil. Sorry. Die opa's op Bana. Ja. Ja. Was daar. Die Bana, ik weet niet hoe jullie het zien. Die Bana was af. Ja. Ja. Besneden. Ja. Alles. Dat je staat en je kijkt. Je kent de dikte. Het alles was goed. Ja. Alles was goed. Kijk, opa. Al die tijd. Een echte Hans. Echte Hans. Als hij Hans had gekregen. Echte Hans. Waren wij eraan gegaan. Ja. Om deze man te maken. En baden ging die Bana steeds meer. Omhoog. Sorry. Hé, mijn ogen waren net een kameleon. Hé. Dus we gingen praten, maar we waren belachelijk, want de hele tijd ging het oogje op die baan. Ja, chameleonacties, die ogen gingen rond. Het is zo zie je maar weer, je kan het niet zien van buiten. Zo zie je maar hoeveel indruk het op ons heeft. Dankjewel. Niet op mij, want ik weet dat... Zo jok toch? Zij heeft er nog een week over gesproken van mij. Ze was helemaal verslag. Nee! Had je die ogen zijn banen gezien? Vooral jij, zo toch? Ik hou van banen! Ja? Jij wil het was helemaal verslag. Deze banen zouden het niet geloven dat Hans... Want nee, dus de Hans is een betere naam. Niet jokken, dat niet Hans zo'n baan had. Ja? Hans. Maar ja, echt proost naar Hans. Vergeet jullie alsjeblieft niet 13 juli. Komen jullie gezellig. Ja. Ja, met 13 ons. Juli, regel je outfit. Ja. Gezellig. Zet een mooie pruik, hè? Precies. Wees lekker. Dank u. Kom met ons chillen. Je kan ons aanraken hier bij de event. De link gaan we nog op de site zetten. Dus jij ook vooral. Deel het. Geef het door. Neem iedereen mee. Kom met je ex. Wees flex. Dan kun je misschien een beetje uitpraten. Of je kan die ex iemand anders geven. Dan ben je van hem af. Je weet het niet. Dus dat. Doe je ding, kom gezellig bij ons. Ja. En volgende week is Kitty er weer. Kitty, we missen je. Kom terug. Het is klaar. Het is genoeg. Die mensen zijn klaar met dansen op tafel. Jezus. Kom terug. Ja. Dank u. Okay. Nou, fijne avond. Volgende week zien we jullie weer. Dezelfde tijd, dezelfde plek. Dankjewel voor het kijken. Doei. Ja. Jij praat de hele tijd over die shit, jongen.